De meesten van ons kennen de blokhuis Poort nog als huis van bewaring. Misschien zelfs nog wel als strafgevangenis. Als kind kon je met de bus de voorbij komen op weg naar het overdekte of naar de markt. En dan maakte dat strenge gesloten gebouw een enorme indruk op je. Want daar zaten de boeven. Hier aan de binnenkant van de blokhuispoort kwam je in een heel eigen wereld terecht. Een microcosmos. Met rangen en standen, met arbeid en sport. Met een winkel, met een tandarts, met een kerk en een uitgang. Dat was 1980, toen zag ik in de krant een leuke advertentie. Gestichtswachter. En er was nog een advertentie bij de douane. Nou, gestichtswachter klonk veel leuker. Want dan mocht je schieten, je kreeg schietopleiding en ja, dat was best wel spannend. Dus zodoende ja, had ik me ingeschreven en werd aangenomen en in 85 kwam ik in het Huis van Bewaring in Leeuwarden. Dus ja, de meeste collega's, de bewaarders zeg maar, die hebben vaak in meerdere gevangenissen gewerkt. Ja, en dan kwam je dus in de gevangenis als jong manneke zeg maar. En ja, dan kwam je toch wel een hele aparte wereld terecht. Nou, toen ik hier binnenkwam, ik kwam van buitenaf, totaal geen ervaring. En ik kwam hier naar binnen ja, met een gemengd gevoel. Men heeft een heel ander beeld van een gevangenis als dat het in werkelijkheid is. Het is altijd zo, als er een nieuw gezicht komt, dan worden ze getest tot zover ze kunnen gaan. En je krijgt ook die opleiding in Den Haag van, stel je niet op als hele strenge. Je moet ook niet te slap zijn, gewoon in het midden en dan haal je het ook. Ja, je hebt natuurlijk met allerlei soorten mensen te maken. Van de kruimeldief tot de meervoudige moordenaar en psychopaat, alles zit daar in zo'n huisbewaring. Ja, tot ongeveer 1960 waren er hele zware criminelen, daarna eigenlijk niet meer. Een van die laatste zware criminelen was Dr. O. En Dr. O, Opdam eigenlijk, die slaagde erin, en dat werd landelijk nieuws of misschien nog wel meer, die slaagde erin om zijn mede-gedetineerden te vergiftigen in een gevangenis. Dat was een opmerkelijk verhaal, dat van John Opdam, de beruchte huisarts Dr. O. Begin jaren 50 was Johannes Opdam, een heel gewone plattelandsdokter, in Berkel en Roderijs. Maar toen zijn vrouw een keer op vakantie ging, lei hij het aan met de huishoudster, Nelly. Dus zijn vrouw kwam erachter. Maar die wist hem ook nog te vergeven. Maar dokter Opdam bleef Nelly zien en ondertussen verslechterde de gezondheid van vrouw Opdam. Zo erg zelfs dat ze kwam te overlijden en dokter Opdam constateerde een hersentumor bij zijn vrouw. Maar een andere arts die de autopsie deed geloofde daar niks van en na onderzoek bleek dat ook het geval te wezen. Vrouw Opdam was vergiftigd met cyankali. John Opdam werd arresteerd en hij wrong zich in alle bochten om zijn onschuld te bewijzen. Hij zei zelfs dat zijn schoonmoeder haar dochter vermoord had. Uiteindelijk werd John Opdam, Dr. O, veroordeeld tot levenslang. En toen kwam hij in de blokhuispoort terecht. En hier ontmoette hij deze man, Adrie Lodder. En die had zijn vrouw ook vermoord. De twee mannen kwamen tot een vreemde overeenkomst. Beiden zouden een bekentenis over de ander zijn moord op papier zetten, zodat diegene vrijsproken worden kon als de ander kwam te overlijden. En wat gebeurde er toen Dr. O die valse bekentenis van Adrie Lodder in handen had? Adrie Lodder pleegde zogenaamd zelfmoord met cyankali.
En dokter O, die wil u nou graag vrij, want hij had een bekentenis van Adrie Lodder over de moord op zijn vrouw, de vrouw van dokter O. Maar dat trapte men niet in. Sterker nog, John O werd opnieuw aangeklaagd en veroordeeld tot levenslang. Nou voor de moord op Adrie Lodder. Dokter O is de enige man die ooit twee keer tot levenslang veroordeeld is. Nou, later werd het regime dus wat anders en kwamen er wat lichte straffen. De meest bekende is denk ik Agen Meines, de koning van het Thermische Lands noemden ze hem ook wel. Die had overal het land inbroken, een soort gentleman inbreker. Hier in de V&D had er ook nog inbroken. En hij was een womanizer, hij had ook relaties met politieagenten, cipiers, dat was knap werk. Ja. Ik heb hem zelf niet meegemaakt, maar Paperclip heb ik bijvoorbeeld wel meegemaakt. Ja, het zegt jullie niks. Die had die naam in de onderwereld gekregen omdat hij met een paperclip elk slot open kreeg. En is hij ook gevlucht. Alleen twee dagen later heeft hij zich vrijwillig gemeld. Ja, met 9 of 8 of 9 slagroomtaten voor de bewarers. Idee is goed. Zijn eigen woorden waren, ik heb jullie overlast bezorgd, dan wil ik het weer goed maken. Alleen, hij heeft er niet bij stilgestaan, maar hij mocht er niks aan nemen. Oorspronkelijk was de Blokhuispoort een strafgevangenis. Hier kwam je als je al veroordeeld waren en je straf uitzitten moest. Maar gaandeweg werd de Blokhuispoort ook een huis van bewaring. En een huis van bewaring is een heel ander verhaal. Want daar zit je in voorarrest, wachtend totdat je zaak voor de rechter komt. En een strafgevangenis en een huis van bewaring, dat zijn twee heel verschillende werelden. Huis van bewaring, vraag je over de 80 jaren, die hadden een ander regime aan zijn gevangenis. Het huis van bewaring is strakker. In de gevangenis krijgen ze meer privileges en daar moeten ze zich meer aan de regels houden. En als je dan afgestraft bent en je wordt overgeplaatst na een gevangenis, ligt er aan wat van het regime, heb je meer mogelijkheid om zich te ontplooien. Ja, dus in huis van bewaring is men strakker. En is ook een opgefokter gevoel als in een gevangenis. Ze weten nog niet wat de straf wordt. Ze lopen dagelijks een beetje opgefokt rond. En in een gevangenis is het ook wel opgefokt, maar niet zo erg als in een huis van bewaring. Dan weet je hoe lang die straf duurt en dan legt hij daar gauw bij neer. Als ze hier binnenkomen, dan krijgen ze ook van ons een papiertje mee wat voorwerpen op cel toegestaan is. Onder andere weet ik dat ze alleen maar 2 of 3 broeken mochten dragen, meenemen naar de cel. Toegestaan is bijvoorbeeld geluidsapparatuur. Als het een Walkman was, dat praat ik over vroeger, tegenwoordig is dat al wel oud, maar dan moest er geen opnamemogelijkheid in zitten, want dan neemt ze gesprekken van ons op. Ja, dus, maar dat werd dan allemaal haarfijn uitgelegd. Zij kregen van ons eerst hun kleren en beddengoed en dan moesten ze cel inrichten en daarna kwam een bewaarder in die hem aan het inteken was. En dan wordt het dus haarfijn uitgelegd en hij krijgt ook alles wat op heeft. In die laatste jaren, toen wij hier dat sobere regime hadden, kreeg hij ook een rooster mee wat elke dag te doen was. Want ze hadden maar recht op 1 activiteit. Sobere regime. Kijk, luchten is geen activiteit, daar heeft hij recht op. Bezoek is geen activiteit, daar heeft hij recht op. Ja, dus het kon mogelijk zijn dat hij 's ochtends bezoek had en daarna bijvoorbeeld nog 1 uur naar de CREA ging. De bijzondere strafgevangenis die is tot 1970. Toen is dus de hele benaming omgegaan. Toen is het dus een soort huis van bewaring geworden, zeg maar. De bijzondere strafgevangenis heeft ook nog een jaar leeg gestaan. En toen is dat bij het huis van bewaring getrokken. Er zijn toen veel verbouwingen geweest, er zijn een hele hoop werkzalen gekomen in het alkovengebouw. En toen is er een behoorlijke verandering geweest. Eigenlijk, zolang ik al bij justitie werk, verandert het constant. Het is ook afhankelijk van de politiek, hoe de politiek denkt over het gevangenwezen. Hoe moeten we omgaan met onze mensen die dus de wet hebben overtreden. Dus ja, dat is best wel een lastige. Ja, dat was inderdaad lastig. Ook al omdat in de loop van de jaren de kijk op het gevangeniswezen veranderde en dat er aanpassingen gemaakt werden. En aanpassingen, dat waren toch vooral bezuinigingen.
En dan was het makkelijk om een bezuiniging te bedenken aan een bureau in een overheidsgebouw. Maar voor hier, de bewoners en de cipiers, was het een dagelijkse realiteit. Want zij moesten elke dag met elkaar omgaan. En soms kon je ook niet alleen maar cipier wezen, moest je ook mens wezen. Ik heb eens een keer dienst gehad in het weekend. Toen kreeg ik een telefoontje van een mevrouw die vertelde van mijn man zit op die vleugel in die en die cel. Ik zei dat klopt. Ik wil alleen maar even kenbaar maken van zijn vader is stervende en haalt morgenochtend niet. Ja, dan kun je twee dingen doen zoals de maatschappij redeneert van dan moet die jongen maar zorgen dat hij niet in de gevangenis komt. Maar je kunt ook anders denken. En ik heb dan de officier gebeld en die heeft me dan geadviseerd voor twee vrijwilligers te zorgen. Dan kon hij onder begeleiding naar het ziekenhuis in Groningen. Ja, aangekomen, de deuren stonden al open. En daar vraagt die vader aan zijn zoon, ja sorry, ik krijg kippenvel daarvan. Vraagt die vader aan zijn zoon van, beloof me één ding, kom niet meer in de gevangenis. Dat heeft hij hem beloofd. Ze geven elkaar de hand en die vader is dood. Toen hij weer terugkwam, toen hoefde ik maar de eerste drie dagen niet te wassen. Zo heeft hij me afgezoend en afgeslikt uit dankbaarheid. Ja? En dat blijf je toch achtervolgen. En hij is hier kort geleden nog geweest, heeft me opgezocht. Dat is toch een leuke herinnering. En hij is nooit in de gevangenis? Nee, hij is een kleine zelfstandig. Hij heeft zelf mensen aan het werk en ja, hij heeft zichzelf nog bedankt. We hebben hier in de kroeg nog even een pultje gedronken. En het gaat hem goed. Dus dat doet me wel wat. Nou was het niet zo dat het hier een paradijsje was hoor, waar cipiers en gevangenen al huppelend hand in hand over de galerijen gingen. Dat was natuurlijk niet zo, dit was wel een gevangenis. En in de gevangenis moest werkt worden. En dat hadden ze hier in de Blokhuispoort aardig voor elkaar. Een gevangene, dat is dus een afgestrafte, die moet werken. In Nederland is het zo halve dagen werken, halve dagen activiteiten. En ligt het ook aan het regime wat er is. In die laatste jaren hadden wij een sober regime, die naam zegt het eigenlijk al. Ze hadden recht op één activiteit per dagdeel en die andere tijd halve dagen werken. In de avonduren vrij vroeg insluiten, 5 uur was einde dienst en toen kregen ze alleen maar nog verlengde nachtdienst noemen wij dat dan alleen maar noodzakelijke zorg. Was eigenlijk de bediening afgelopen. En wat het werken aan betreft, ergens waar een vacature was, ben ze naartoe gebracht. Wij hebben wel ook interne functies gehad, zoals reinigers en schoonmaken in de buitendienst. En ja, functie in de keuken was gewild. Alleen die mensen hebben wij gewoonweg zelf naar voren gebracht, want die moeten betrokken zijn. Want in de keuken liggen scharen, messen en alles ligt er open en bloot. En die kok moet niet elke minuut achter zich kijken van wat doet die man achter me. En ze moeten schoon zijn. Ja, maar dat zijn dan ook gewilde functies. Verdienen ook ietsje meer, omdat ze in het weekend ook nog moeten werken. Schoonmaken, keukendienst, werden er dan helemaal geen kniepers meer gemaakt? Jazeker, dat is celwerk. Als ze dus... Een aantal personen worden geselecteerd om naar de werkzaal te gaan. En als er geen functie meer vrij was, maar een gevangene moet werken, dan kreeg hij zelf werk. Ja, dus er werden vastknuipers gemaakt, enveloppen geplakt en dan gaan ze maar verder. Wat dus echt zelf werk is. Maar op de werkzalen, ja, daar werd van alles gedaan. Er was een boekbinderij en dan konden gevangenen zelf een opleiding volgen. Er werden documenten, mappen gemaakt, vouwblaadjes, er werd eigenlijk van alles gemaakt op een boekbinderij. Het was ook een metaalarbeid, een metaalwerkplaats. Maakten ze heel veel van die fietsmandjes en rekken voor in de ovens. En er werd ook later werden daar cursussen gegeven. En zo hadden dus in Leeuwarden verschillende werkplaatsen. Er waren ook een soort montageplaatsen, werkplaatsen. Voor het eenvoudige werk, de uitlaatbeugels waren heel erg bekend. Dus een moertje op een schroefje draaien en dat soort eenvoudig werk. Willem Helvrieg is tegenwoordig de drijvende kracht achter het virtuele museum de Blokhuispoort.nl. En Horst Schulz geeft hier rondleidingen. We zijn daarmee begonnen, heel vroeger, toen het nog open was. Hebben we onze directie gevraagd of we onze vrouwen mee konden nemen. Want in Den Haag wordt je ook geleerd, praat met je vrouw erover, open oor,
als je problemen hebt, je moet een aanspreekpunt hebben. Toen hebben wij dan gevraagd, mogen we onze vrouwen meenemen? Want als bij wat de huis vertelde, die kan geen beeld vormen van hoe het hier is. Dat mocht. Ja, en toen is die ellende begonnen. De vrouwen vragen met de buren, ook kunnen wij niet ook. De buren uitgenodigd. En dan kwam de politie, ja, wij bezorgen jullie klantitie, wij weten niet hoe het erin uitziet. En zo ging het dan verder. En nu die inrichting gesloten is. Wij dachten vroeger al, nou, heel Nederland heeft deze gevangenis al gezien. Het stroomt nog steeds vol. Men wil dat we representatief overkomen, dus dat betekent ook met stropdas. Maar dat is een nu helemaal moderne. Het is allemaal fake. Tegenwoordig staat de deur van de blokhuispoort gewoon open en kan iedereen een kijkje binnen nemen. Dat was voor 2008 wel anders. Daar kwam je alleen binnen als je mogelijk iets op je geweten had. En dan kwam je in een cel en dan ging de deur dicht. En dat moet toch een heel onprettig gevoel geweest hebben. Nou, dat is wel heel apart. In het begin had ze het zelf in de gaten. Maar wat ik wel heel wonderlijk vond. Ik zie er maar vier jongere jongens. Dat zijn redelijk zwaar jongens. Die Jerk was letter. Behoorlijk inbraken die, maar geweld is uit hoor. En ik vind het best dat ik. Dat we in een van die dagen dat we dan het eten weer werkelijk al de treurigst. Die meesten die dan meenen dat het een hotel wie en zo. Nou. Net, ja, dat was echt treurig. Dat was net te eten. En, en ik kreeg balen en mij wat vleesgoed erbij. En ik weet nog wel, ik weet nog wel hoe ik dat vanzelf van schrok, dat een van die oude jongens het vlees van mij pakken zou. En dat voordat ik het wist, ho, zei, dat is van mij. Zo meen ik net dat ik wie, maar ik dacht, verdomme, dat is wel een hele paard dat ik. Is haar reageren, dat zie ik net van mezelf toch. Dit is Gosse Koopmans, kunstschilder van beroep. Hij zat als jonge jongen een paar dagen in de blokhuispoort vanwege een aantal openstaande parkeerboetes. Dat is in 83 september. Dat is haast een natuurlijk. En dat we. Een bijzondere ervaring, kan ik wel zeggen. Ja, kan ik nog net lang zitten. En ik ben ik net echt een representatieve crimineel, denk ik. Ik hier boertes net betellen, omdat ik het net mee eens wie. En, maar ik ga er dus ik koer dus kiezen hè, van boertes betellen of 3 dagen zitten. En dat vond ik wel heel bijzonder, want je spaken. Die had vroeger in de oorlog, die oppakt werden door de Duitsers, dus die had erin zitten. Dus dan kon ik zelf een keer zien hoe het eruit zei, want die heeft zelf niet verloren. Dus dat was wel heel nieuwsgierig. Maar ja, inderdaad, het was alles mijn, was heel wonderlijk om het al in mij te maken. Maar die jongens op zich, ik was 2 keer per dag ook. Ik was dan lucht. En ik was een jaar op het binnenplak omrennen. En. Ja, en ik koest ik wat om die heen en zien alles vanzelf. En ja, en ik heel, moet de meesten alleen reageren, want we wist voortdags in de gaten houden. En ze zien hem zelf voortdags door dat ik daarna weer. En ik weet nog best dat iemand. Ik geef daar wat zitten te schenden van, goh, wat is dit al hier? Dat er iemand op je oor kwam. Ja, hij zei, kop op en weet je maar dat. En ja, weet je wel. Ja, broer, ik weet of ze maar even gesteld, ik dan een keer reed voor. Maar. Ja, dat was wel heel apart. Ja. En dat vond ik wel heel triest. Om te zien hoe het gewoon meisken. Hè, want ik weet nog wel, er een man die erom ran. En dat hij zei van ja, die man die. Als hij er weer uitkomt, dan laten we dan binnen kwart mogen het weer oppakken. Want die had veel dingen in plak. Zij wist wel. Ja, die man die postuur zat in de bak zit. En ik weet nog heel goed dat ik dacht van ja, bliksem. Dat letter dan daar als ik hier langs kan. Ja, diezelfde jongens, die zitten daar nog. Weet je wel? En ik hoor alle kanten uitgaan die ik me wil. Want je dat ik wel redelijk oud trooi, hè. Dat is wel heel bepalend. Van als je daar bent, dan kun je net waar we het worst. Dan ben je
De deur gaat heel tijd achter die dicht. En op slot. Ja. Je verneemt heel duidelijk wat macht is. Dat ja, dat wel ja. Ik is heel duidelijk vreemd wat is macht. Wanneer ze zeggen van wie dat maat sa, ja, ik is heel springen, lees springen. Als je geen macht hebt, dan ben je gewoon hoorleveren, zeg maar. Zoals zei het, Gosse Koopmans is tegenwoordig een talentvol kunstschilder. Houdt regelmatig exposities en heeft een eigen galerie. En op die paar dagen Blokhuis Poort na, heeft hij nooit meer in de gevangenis zitten. Gelukkig. De Blokhuis Poort is ook onlosmakelijk verbonden met die ene actie die plaatsvond op 8 december 1944. De overval. En deze ruimte vertelt het verhaal van die dappere actie, waarbij 51 gevangenen bevrijd werden door het Friese verzet zonder dat er ook maar één schot lost werd. Er leeft nog één van die gevangenen die toen bevrijd werd, Gerrit Fokkema. En hij loopt hier nog regelmatig rond om mensen te vertellen over die periode. Ja, ik zat hier gelijk met mijn vader en mijn broer gevangen. Opgepakt tijdens een inval bij ons thuis. Midden in de nacht kwamen ze en ze trapten de deuren in voordat wij in de gaten hadden dat er wat was. Vader en ik zijn hier eerst naartoe gebracht. En ja, dan zit je gevangen, dan ben je gevangene. Je moet inleveren wat je hebt. Als je een riem om hebt, moet je inleveren. Een stropdas moet je ook inleveren, want dan kan je al ophangen. Nou, dat was ik niet van plan, maar goed. We hebben ongeveer 3 weken gevangen gezeten. Dat lijkt nu niet zo lang, maar het is wel lang hoor. Je leeft in de onzekerheid. Wat doen ze met je? Wat halen ze met je uit? Waar brengen ze je naartoe? Dat is ook natuurlijk voor mijn moeder thuis een hele angstige tijd geweest. Haar man en 2 zonen in handen van de Duitsers. Ja. Maar ja, in die tijd in die cel doorbrengen, ja, we konden gelukkig wel goed met elkaar praten natuurlijk. We waren familie van elkaar, je raakt wel een keer uitgepraat. Maar we mochten wel een boek lenen hoor, dus we konden wel wat lezen. We wouden ook wel eens wat anders doen. En toen dachten we, zouden we wel een potje kunnen dammen. Maar een mooi dambord voor hebben. Dat hadden we niet, maar we hadden wel een theedoek. Daar zitten blokjes op. Dus hebben we van de theedoek maar een dambord gemaakt. We hebben nog geen damsteen, maar een stukje papier met een kruisje erop is zwart. En zonder kruisje is wit. En zo hebben we de tijd doorgebracht. Nou, inmiddels was het verzet bezig om een plan te maken om die gevangenis te overvallen. Dat plan slaagde en 51 verzetsmensen werden bevrijd. En een legende was geboren. Er werd een film van gemaakt, er werden boeken over geschreven. Er was zelfs een prachtige theatervoorstelling. En deze expositie is vrij toegankelijk. Want tegenwoordig is de Blokhuis Poort niet meer een gevangenis. En vinden grote en kleine bedrijfjes, tv-makers, muzikanten en kunstenaars hier hun onderdak. Maar daarover meer in de volgende aflevering van De Blokhuis Poort. Media.